voor mij was het meer... eerst ging Jordi Tutwarima, die was al in gesprek met de Graafschap. En via hem kwam ik zeg maar al wat meer te weten. En toen via mijn zaakwaarnemer, die ook Tim en Agil hier heeft ondergebracht... ging het balletje zeg maar een beetje rollen. En van dat moment af ben ik hier geweest, rondleiding gehad, trainer ontmoet. En toen is het snel gegaan eigenlijk. Wat wordt er van jou verwacht aankomend seizoen? Strijd maken, doelpunten maken. En gewoon zorgen dat we kampioen worden. Is dat ook een beetje de manier van spelen bij jou? Ja, ik hou van, duels. Ik hou ervan om mijn tegenstander op te zoeken. Acties maken, dat is mijn ding, ja. Je komt in een team met vrij veel nieuwe spelers. Wat zijn de verwachtingen? Ja, de verwachtingen zijn denk ik hier altijd hoog. Nu helemaal met een nieuw team. Dit jaar was een beetje teleurstellend. Na de winterstop hebben ze het heel goed opgepakt. Veel wedstrijden gewonnen. En ik denk dat we gewoon die lijn moeten doortrekken. Wedstrijden winnen. En gewoon sowieso baas in eigen huis en uitwedstrijden gewoon onze punten pakken. En dat moet helemaal goed komen, denk ik. Het oude seizoen is net afgelopen. Maar kijk je al uit naar de stad op 9 juli? Ja, zeker. Voor ons was de vakantie iets langer. We stopten iets eerder dan de jongens hier. Dus voor ons kan het niet snel genoeg beginnen eigenlijk.